Hoi. Jongens, welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Robin die een rondjes om mij heen draait. Ja. En hij klinkt heel slecht. Robin, waarom klinkt hij zo slecht? Hou op, ik wil het hier niet over hebben. Robin heeft een slechte microfoon. En wil je weten waarom? Nee, natuurlijk niet. Dat boeit je niet. Robin, weet je wat we vandaag gaan doen? Nou, ik ben weer hier naartoe geroepen en ik weet het weer niet. Ja, ik dus heb vertel. Een heel leuk ontie. Tja, Minecraft. Oh ja, ik weet niet wat dit is, wat Minecraft concept. Er komt wat in beeld. Jij ziet wat nu. Robin, jij gaat aan de rode kant. Ik ga aan de blauwe kant. Jij maakt een prachtig... Dag. Jij maakt een prachtig bouwwerk voor jezelf. Begrepen? Ja. En dan moet hij het aan mij uitleggen. En dan moet ik het nabouwen. Klinkt oh, heel simpel. Niet dat weer. Is het niet. Ja, het is helaas weer dat, Robin. Voordat we deze video gaan beginnen... Abonneer eventjes. Doe het nou alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik vraag het een keer lief. Abonneer nou gewoon eventjes. En like even. We gaan voor 4000 likes. Halen we niet de 4000 likes. Komt Robin je opzoeken. Max, ben jij er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. En voor de kijkers thuis, jongens. Robin gaat nu het, weet ik veel wat hij daar heeft staan, uitleggen aan mij zonder de blokken daarbij te benoemen. Hij mag ze alleen beschrijven. Robin, ik ben er helemaal klaar voor. We doen geen tijdslimiet. We gaan gewoon kijken wat wij voor creatie kunnen creëren samen, oké? Oké, gaan we doen. Het eerste blok is een blok. En die haal je van een boom af. Een normale boom. Een normale boom. Dan weet ik precies wat je bedoelt. Die heb ik. Ja, toch? Dat weet je. Ja, die heb ik. Oké, nou, dan begin daar maar gewoon mee te plaatsen. Gewoon maakt niet uit waar. Ja, ik heb er eentje geplaatst. Oké, goed zo. Dan plaats je daar 1, 2, 3, 4 nog bovenop. 1, 2, 3, 4 bovenop, correct. Ja, oké. Dan ga je in een willekeurige richting, laat je één blokje vrij. En dan eigenlijk maak je een groot vierkantje met blokjes ertussen. Ja, dat is omslachtig eigenlijk weer uitgelegd. Dat had ik niet moeten doen. Oké, stel je kijkt nu naar het noorden. Wat? Nee, Ik snap niet wat jij bedoelt. Nee, dit gaat weer helemaal fout. Oké. Ik pak de kompas even voor. Nee, je kijkt naar niks, oké? Je kijkt naar de lucht, ja? Terwijl je op die 4 of die 5 houten dingetjes staat, ja? Oké, ik sta erop. Ja, oké, dan kijk je naar niks, ja? Dan loop je één stapje naar voren. Ja, ik kijk naar de zon, ik kijk naar de lucht. Naar de zon? Nee, je moet gewoon vooruit kijken. Oh ja, oké, daar. Eén stapje naar voren dan. Dan val ik eraf. Ja, klopt, dan zet je nog een stapje naar voren. Ja. En op het blokje waar je nu op staat, doe je weer 5 van die houten dingetjes. 1, 2, 3, 4, 5, juist. Oké. Nou, dan ga je naar links of naar rechts. Dat maakt helemaal niet uit. Prima. Laat je er weer één tussen en dan weer 5. En dan eigenlijk dat het... Een vierkantje is. Ja, precies. Oké, correct. Gedaan. Oké, dan om die dingen in het midden op te vullen... gebruik je een soort blok waarvan eigenlijk dat... De planken. Oh ja, maar dan heel donker. Wat jij gebruikt in jouw survival. Oh, ja, oké, prima. Dus dan vul je dat op. Ook 5 hoog. Dat heb ik gedaan. 5 hoog. Oké, in alle 4 de ruimtes? Nee, alleen in het midden. Nee, niet juist. Ja, in het midden mag ook, maar... Oké, dit gaat goed, Oké, ja? Ja, juist, gedaan. Oké, heel goed. Jullie thuis, die kunnen gewoon zien hoe het eruit ziet, maar voor mij is het echt heel moeilijk. Ja, precies. Dan ga je aan een willekeurige kant, mag je eigenlijk zelf weten, mag je daar de onderste 2 van die donkere planken mag je wegslaan. Ja. En dan pak je een soort van 2 hoog... Iets waar je doorheen kan lopen, waar je ook op kan kloppen. Deur, als de bel het niet doet. Okay. En welke kleuren, welke zelfde planken? Nee, als de boomkleur, zeg maar. Als die boomblokken. Okay. Ja, dat heb en dan plaats je hem aan de binnenkant, dus dat het een beetje dus 3D is. Dus niet... Dat heb ik net gedaan. Oké, top. Dan gaan we helemaal naar de bovenkant. Ja. Dan plaats je vanaf datzelfde hout... Je denkt nu, wat gaat het worden? Maar plaats je trappetjes en daar maak je eigenlijk een rondje van. Dat alleen nog het middelste blokje over is en dus ook open is. Ja, dat heb ik. Dat is op zich best logisch. Ja. En dan plaats je daar een hekje in. Een licht hekje van hetzelfde hout als de bomen. Ja, oké. En dan doe je daar nog 2 op. Dan heb je een soort van puntje. Ja, dat heeft hij inderdaad nu. Nice. Oké. Wat is dit? Dan ga je aan de kant van de deur... Ja. Ga je nu op het bovenste donkere plankje plaats je zo'n houtblok met de ringen dus naar buiten. Met, met de binnenkant van de boom, zeg maar. Oké, naar buiten, ja. Ja, en daar plaats je een donker klein dingetje op. Nee, hij steekt dus naar buiten. Oh ja, oké, dat heb ik nu. Ja. Oké, daar plaats je dan weer een zwart klein dingetje tegenaan waar je op kan drukken. Dit klopt voor mijn gevoel echt niet, maar ik ga akkoord. Oké, nou pak je het blok wat je scheert van de schaap, maar in het wit. Ja. Oké, dan plaats je aan alle kanten van dat uitstekende houten blokje, plaats je 2 wolblokjes in die richting. Oh, ik weet al wat dit gaat worden. Dat heb ik gedaan, 2 in elke richting.
Ja. Oké, okay, heb ik gedaan. Ja? Ja. Dan... Ja, dat is een hele goeie. Hoe ga ik dat uitleggen? Oké, de bovenste wolblokjes plaats je er eentje rechts tegenaan en dan eentje erboven. Ja. De rechterblokjes plaats je er eentje onder tegenaan en dan eentje naar rechts. Ja, en dat is zo door, ik snap hem. En dan de onderste eentje naar links, eentje onder. Heb ik. Klaar! Echt? Is die af? Is dit hem? Ja, ik denk het. Oké, wacht. Kijk, komt ie. Haal de muur maar weg. Dat kan jij heel goed. 3, 2, 1. Poef! Oh, hij klopt gewoon! Net niet. Hij klopt half. Alleen hoezo, wat klopt er niet? Het waaigedeelte is één blokje te hoog. Zie je? Oh, ja, ik zie het. Oh, ja, ik vond dat al raar. Ik snapte dat al niet helemaal. Het ziet er goed uit. Ik ben trots op ons. Ik ben enorm trots op ons. Ik ook, maar niet op het kunstwerk van mijn bouw. Nee, kunstwerk. Dat is wel lelijk, ja. Maar dan maak ik op de ronde 2. Oké, jongens. Ik heb mijn bouwwerk gemaakt. En als je het nou niet helemaal herkent, dan is hier een plaatje in beeld, waardoor je het wel herkent. Een plaatje die Sebastiaan erin heeft geëdit. Zo. Mooi plaatje. Dan herken je het misschien. Oké, Robin, ik ga je echt heel veel succes wensen. Laten we beginnen. Komt-ie. Ja. Ten eerste, het is iets wat op de grond ligt. Dus je moet eigenlijk een beetje telkens van boven kijken wat het is. Een beetje vliegen, weet je? Oké, komt-ie. Maar laten we beginnen met dat blok wat eerst heel zacht is. Maar als je er water bij mengt, dan wordt het ineens heel hard. Weet je wat ik bedoel? Oké. Ja. En dan de kleur van de zon. Ja, heb ik. Ja, oké. Dan plaats je, een beetje als je mijn nametag ziet, weet je. Op die lengte plaats je er gewoon eentje in het midden. Gewoon in het midden beetje van de breedte van je ding. Oké. Dan bouw je daar eentje op. Bouw je daar nog eentje op. En dan maak je er een plusje van. Dat het een staand plusje is. Snap je dat? Gewoon een staand plusje. Hij is 3 hoog en dan is het een plusje. Snap je? Maar het ligt niet op de grond, hè? Nee, het plusje staat. Ja, oké. Ja. Oké, dan maak je dat plusje nog een keer er tegenaan. Dus dat het een plusje van 2 dik is. Ja. En dan op het nieuwe plusje dat je hebt gemaakt, maak je eigenlijk een vierkant van. In plaats van een plusje. Aan de voorkant of de achterkant? Gewoon die nieuwe die je hebt gemaakt. Dus aan de achterkant. De richting, de lange kant die nog open is om te bouwen. Dan bouw je op dat vierkantje, maak je nog 3 van die dingen. Niet omhoog, maar gewoon dat die 4 hoog is, weet je. Dat je zeg maar op dat achterste vierkantje wat je hebt nu. Je hebt een plusje en een vierkantje tegen elkaar aanstaan, hè? Ja. Op dat vierkantje, die maak je in plaats van 3 hoog, is die dan 4 hoog, snap je? Waardoor het een rechthoek wordt. Oh, zo, ja. Oké, en dan aan de zijkanten van dat vierkant bouw je ook nog 3 hoog gele dingen die wij hebben, weet je? Waardoor je een soort... Ja, ik heb het. Weet je het zeker? Ja. Dus hoe ziet het er nu uit? Ja... Een plusje die tegen een soort poortvorm iets aan staat, klopt dat? Ja, klopt. Oké, prima. Dan nu maak je die poortvorm richting de lange lengte die je nog hebt waar je kan bouwen, maak je 3 dik. Snap je? Dus er komen nog 2 bij. Precies in dezelfde vorm. Ja, oké, ga maar vast verder. Ja, heb je dat? Ja hoor, denk het wel. Oké, dan nu in het midden bovenop die dingen. Dus heb je 3 keer 3 boven staan, toch? Een 3 boven. Dan maak je de middelste lijn daarvan in de lengte richting de rode muur voor jou, maak je wit. In plaats van dinges. Even kijken. Snap je dat? Nee. Jawel, gewoon in de lengte richting de muur maak je in plaats van geel maak je de middelste lijn wit. In de lengte van de muur maak je niet in de lengte van de muur richting de muur. Dus een richting de muur, snap je? In de lengte van de rode muur? Nee, in de lengte richting de muur, niet van de muur. Anders ga je de verkeerde kant op. In de... dus het middelste blokje is wit. Middelste blokje is wit. En dan de blokjes daar links en rechts van ook. Oh, zo. Ja, oké. En die kijk, dan heb je een streep richting de muur, snap je? Niet langs de muur, maar richting de muur. Ja. Oké? Ja, oké. Top. Dan wat je net hebt gedaan in het geel, heb je 3 dik. Maak je nu 2 dik daarnaast in het rood. Snap je? Dan pak ik rood en dan 2 dik? 2 dik, ja. En dan precies hetzelfde vormpje. Dat poortvormpje, weet je? Oh, zo. Ja, oké. Dat het aansluit. Oké. Ja? Ja, joh. Denk het wel. Oké. Ja, oké. Dan nu heb je een opening aan de ene kant van het rode, toch? Aan de rode kant is een opening. Klopt dat? Nee. Of heb je hem dichtgebouwd? Dat mag ook. Ik heb hem tegen het geel aangebouwd. Ja, maar dan heb je toch een opening, in principe. Of heb je hem wel dichtgebouwd? Oh ja, ik heb hem wel dichtgebouwd. Oh, dat is oké, prima. Dan, waar je normaal een opening zou hebben, maak je dan weer met rood, maak je een 3x3 ding. Is niet erin, maar er tegenaan. Snap je? 3x3 van rood. Ja, precies.
Ja, waar, ja, 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 ik heb hem. Oké. Okay. Het ligt allemaal nog op de grond nu, hè? Ja. Ja, oké. Dan die 3x3 die je hebt gemaakt. Die wordt 1, 2, 3, 4, 5 keer doe je dat er nog tegenaan. In de lengte van de muur weer. Gewoon. Waardoor je zo'n lange kubus krijgt. Snap je wat ik bedoel? Lange ja, wacht. Kubus. 1, 2... Shit, ik ben het tel kwijt. Dus hoe lang is die totaal? 3x3? 6. 4, 5, 6. Die 3x3 okay. is 6 keer achter elkaar. Top. Dan... Dat ene, dat rode en gele wat je net hebt gemaakt, dat kan je precies kopiëren, maar dan helemaal rood. En zonder het witte streepje en zonder het plusje, oké? Maar nu de nieuwe kant, snap je wat ik bedoel? Oké, ik heb echt geen idee wat dit is, maar... Maar snap je wat ik bedoel, of... Ja, ja, wacht, ik ga hem helemaal namaken. 2... In totaal is dat dus 5, hè? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, en dan heb je als een soort van een dumbbell idee, weet je, een soort gewicht uiteindelijk. Ja, ja, oké, okay, nee, dan... Aan de ene kant is hij geel. Klopt dat? En dat uitstekende puntje is dan geel. Ja. Aan de ene kant, oké. 1, 2, 3, 4, 5. En dan hier moest een plusje volgens mij, als ik het goed heb. Nee, plusje hoeft ook niet. Plusje hoeft ook niet. Oh, oké, dan 5, ja? Ja, 5. En dan aan de kant waar nu niet het plusje zit, daar moet je in plaats van het plusje gewoon weer een rood vierkantje maken. Net zo uitstekend als het plusje, weet je. Dus niet erin, maar erbuiten. Ja. Oké, dan naast het rode vierkantje komt een geel vierkantje platte tegenaan. Ja. Dan daarnaast een glazen vierkantje platte tegenaan. Van welke kleur? Gewoon doorzichtig. Oh, ja. Daarna twee rode weer. Twee rode vierkantjes. Ja. En dan naast het glas had je dat eerste rode vierkantje nu. Daar moeten aan de twee buitenkanten van die rode dingetjes moeten ook drie hoog, 1x3 rood omhoog. Snap je wat ik bedoel? Ja, heb ik. Oké, top. Dan hebben we dat. Dan gaan we terug naar het middelste lange kubusje. Ja. Dan sta je, als je vanaf het geel aankomt lopen en je valt op het eerste blokje van de kubus. Heb je dat gedaan? Dan ga je één stap naar rechts. Waar je nu op staat, die maak je wit. Ja, heb ik. Oké, één stap naar voren, die maak je ook wit. Ja. Dus dan vervang je dat rode telkens voor wit, hè? Ja, ja, klopt. Oké, dan één stap weer naar links, die maak je ook wit. Ja. Eén stap naar voren maak je ook wit. Ja. Nog een stap naar voren maak je ook wit. Ja. Rechts en links daarvan maak je ook wit. Ja. Oké, en dan aan de linker daarvan, die is nu wit, toch? Ook. Ja. Vanaf daar eentje weer naar boven of naar voren is ook wit. Ja. Eentje naar voren is ook wit. Ja. En die twee daar rechts van zijn ook wit. Ja. En dan vanaf de hele rechter weer gaan we weer eentje naar voren. Die wordt ook wit. Dan ga je een stap omhoog. Klopt dat? Ja. Oh, dit gaat serieus dus goed. En dan twee stappen vooruit, allebei wit. Ja. Eén stap naar links ook wit. Ja. Twee stappen vooruit ook wit. Oké. Okay. Dat is hem. En nu van boven kijken. Herken je het al? Ik denk dat ik weet wat het zou moeten zijn, maar er komt helemaal niks van. Hoezo niet? Oké, haal de muur maar weg. Oké, komt ie. 3, 2, 1. Hij klopt! Hij klopt gewoon 1-1. Hij is echt goed nagemaakt. Wow. Hey, waar? Ja, kijk nou. Hij klopt gewoon. Oh. Maar wat is het? Focus. Oh, ja, het is een focus drinkflesje. Oh nee, ik mis één blokkie. Hij is één blokkie tekort van mij. Of niet? Huh? Nee, trouwens, misschien ben ik wel eerder begonnen. Ja, ik ben één blokje eerder begonnen. Wow, maar dit heb je gewoon goed nagebouwd. Het is een focus drinkflesje. Wat een lelijk ding zeg. Hoezo? Ik heb zo'n lijst gedaan erop. Ja, dat zie ik. Ik zie het. Oké, okay, Max. Dan gaan we weer. Ik ben helemaal klaar voor de uitdaging nummer 3, Robin. Ik heb getraind. Nice. We hebben het nu twee goede gehad. Het kan niet meer fout gaan. Woehoehoe. Ik geloof het niet. Zit er nou een tijdslimiet aan? Ja, we doen nu een tijdslimiet. Hoe lang? 4 minuten, Robin. 3, 2, 1, start. Hoppakee. Oké, dan gaan we. We gaan naar een blokje van een schaap, maar dan heel donker. Oké, ja. Plaats maar gewoon. Ik plaats hem, hij is geplaatst. 4 minuten okay. is tijd. Timer is hier. Ja. We gaan in de breedte van de muur werken, ja? Dus niet naar de muur toe. Nee, ga je 1, 2, 3 blokjes naar achter. Dan sta je gewoon op een grasblokje. 1, 2, 3, ja. Dus dat zijn 4 blokjes plaats... breed. Ja. Oh, daar plaats je een blokje. Er zijn nu 2 blokjes en 2 ertussen. Nee. Je plaatst 1 zwart blokje die je net hebt geplaatst, ja? Ja. Dan ga je naar de kant links of rechts van de muur, maakt niet uit. 1, 2, 3 naar achter. Of naar de zijkant, zeg maar. En dan plaats je niet waar jij staat een blokje, maar links en rechts van jou plaats je datzelfde blokje. Allebei, oké, prima. Dan zitten er 2 tussen en dan links en rechts. Oké, goed. Ja, zal wel. Van 2 Oké, ga verder zien op. Oké, dan plaats je, als het goed is, heb je nu een soort van driehoekje, toch? Ja. Oké, dan plaats je op de punt van die driehoek plaats je een wit blokje wat hard wordt met water. Oké, lekker. Ja. Wacht. Ik kan niet meer normaal typen. Ja, dat staat er. Dan
1, 2, 3, 4, 5, 6 van diezelfde blokjes plaats je daarna achter aan de andere kant. En dan kom je uit aan de andere kant van de driehoek, zeg maar. Aan de platte kant van die driehoek. Wacht. Nee, even terug. Nee, we moeten door. Kom op. Oké, ik sta op dat witte blok nu. En dan plaats je richting die twee andere zwarte blokjes. Ja. Plaats je gewoon er tegenaan, tegen dat witte blokje aan. Op dezelfde lijn plaats je er 6 die kant op. 1. Ik snap het niet! Maar doe maar gewoon. 1, 2, 3, 5, 6 aan allebei de kanten. Nee. Alleen aan de ene kant. Alleen aan die kant dat je die twee zwarte blokjes passeert, zeg maar. Dat kan niet! Dat kan niet! Dat kan wel, nee. Max. Dat kan wel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, gedaan. Oké, dan ga je helemaal weer naar de voorkant. Dan ga je op het eerste zwarte blok staan waar je... Ja, daar staat nu ook een wit blokje op. Ja. Dan plaats je hem richting de andere kant van die 6 blokjes. Plaats je 1 iron blok. Ik ga het gewoon noemen. Oké. Dit gaat fout. Oké, richting de andere kant staat een iron blok. Op de andere kant. Ja, daar weer tegenaan, richting die lege kant, zet je een fence. Een hekje. Oké, wacht, ik heb hem. Ja. En dan plaats je hem links, rechts, bovenonder. Plaats je ook een hekje daar weer tegenaan. Links, rechts boven, bovenonder. Onder zelfs, oké. Ja? Ja. Oké, dan gaan we. Dan, wat? We hebben een minuut. Oh shit, ah nee. Dan plaats je boven dat witte blokje wat je als eerste hebt geplaatst op dat eerste zwarte blokje. Ja. Plaats je een half blokje in de witte kleur die je in de nether vindt. En dan lekker zacht, dus heel smooth. Ja. Dan tegen het tweede blokje aan die je naar achter hebt gezet richting die andere twee zwarte. Ja. Zet je ook die aan de zijkant dus tegenaan. Ja, dat halve blokje. Ja, ja. Oké, daar zet je ook weer van dezelfde soort, ja, twee inderdaad. Ja. Zet je dus een trappetje tegenaan van dezelfde soort blok. Ja, oké, dat heb ik. Zet je tegen die slab aan. Ja, ik denk zo. 22 seconden, zit op. Ja, en dan nog twee daar tegenaan. Twee daarnaast. Twee daarnaast! Ja? Okay. Ja. Oké, en dan zet je pak je weer die halve blokjes en die zet je tegen de tegen die stairs aan. 1, 2, 3, 4 richting de muur of richting niks. Oké, 1, 2, 3, 4. En dat kopieer je aan de andere kant. Ja, dit gedeelte. Ja. Oh, oké, top. Oh, dat is tijd. Ik heb echt mijn best gedaan, Robin. Ik beloof het, maar ik snapte het gewoon niet. Snapte het niet. Oké, nou we gaan maar kijken dan. Ja, haal de muur maar weg. 3, 2, 1. Oh. Het lukte niet. Deze is neergestort. Het ging allemaal zo snel ineens. Deze is neergestort. Maar die van jou, die vloog ook en die ging erop en ik had het allemaal niet door. Ik had het heel te laat door pas, want ik snapte het niet. Ik snapte het allemaal niet. Richting de niks moest ineens een ijzeren blok en daar moest paaltjes waar die had al op. Ja, dat heb je wel goed gedaan, maar... Oh mijn god, hier was ik nooit aan toegekomen aan dit. Nee, dat denk ik ook niet. De tijdsdruk werkt niet zo goed op ons, ben ik achtergekomen. Maar dat maakt het weer leuk. Ja, Robin? Mijn bouwwerk hier ziet er echt prachtig uit. En hij is niet al te moeilijk. Ik bedoel, door ons faalmomentje van net dacht ik, weet je, ik ga het niet te moeilijk doen. Er gaat weer een timer op zitten. Dus laten we het maken. Ik ben ready. Ik ook. Timer gaat aan in 3, 2, 1. Oké. Je hebt zeg maar een trappetje van iets. Weet je, waar je omhoog kan lopen. Van het lelijkste soort ding wat je om kan hakken ter wereld. Snap je wat ik bedoel? Nathan bouwt ermee zit in die biome in de Content Veen. Oh, ja. Dat hele lelijke. En dan naar daar trappetje van. Daar plaats je het eentje van met de zitkant richting de muur. Richting de muur. Ja. Oké. Okay. Dan eentje, daar heb je eentje ertussen. En dan plaats je daarnaast nog één. Gespiegeld hetzelfde als richting de muur. De twee naast elkaar met eentje de ruimte ertussen, oké? Okay? Ja. Dan, boven het trappetje, als je niet op het trappetje, maar waar het volgende trappetje zou komen als je omhoog zou willen lopen, weet je? Ja. Daar plaats je een, niet dat blok wat hard wordt als het eerst zacht is en je stopt de watermijn, maar die er heel erg op lijkt. Weet je wat ik dan bedoel? Ja, dat weet ik het. Oké, dat andere lelijke versie en dan de lichtgrijze, oké? Okay? Ja. Die plaats je daar en hetzelfde bij het andere trappetje. Ja. Oké, en dan sluit je ze aan elkaar aan. Ja. En dan aan de twee buitenkanten plaats je er allebei nog één, oké? Okay? Wat? Aan de buitenkanten plaats je er nog twee, of één. Van wat? Van datzelfde soort. Oh, ja, Kevin. Oké, okay, ja. Dan op de meest linker en de meest rechter bouw je er nog eentje allebei. Ja. En dan in het midden ook nog één. Ja. Oké, okay, en dan vul je die twee gaten die je hebt met de bruine versie van dat. Ja. Oké, okay, en dan
helemaal bovenop, gewoon op de hele laag doe je een bruine laag nu ineens. Dus dat het gewoon een bruine laag bovenop zit. Ja. Oké, dan doe je op de meest buitenste nu bovenop doe je witte. Ja. In de middelste weer een grijze. Ja. En dan vul je de gaten weer op met wit. Ja. Oké, dan doe je de witte aan de buitenste doe je nog twee erbovenop. Dus twee hoog, dan dat die drie hoog is, die witte, weet je, aan de buitenrand. Dan doe je aan de bovenkant, doe je naar binnen, doe je weer een witte, waardoor je een soort twee magneetjes hebben die naar elkaar kijken, snap je dat? Ja. Oké, dan die gaten die erin zitten vul je op met zwarte variant. Ja. Oké, dan in het midden heb je nu een gat. Daar doe je op de grijze doe je nog een grijze. Nog een fout. Nee, op de grijze die je daar onderin had, doe je nog een grijze. Oh, ja. Daarop doe je nog een bruine. Ja. En dan weer een hele bruine laag. Ja. En dan op de meest buitenste doe je weer bruine. Op de meest buitenste? Ja, op de meest links en rechts doe je weer een bruine erboven. Oh, ja. Oké, prima. Dan maak je dat twee dik, behalve het wit gedeelte. Snap je? Dus dan kopieer je alles wat je net aan de voorkant gemaakt hebt, doe je dan erachter ook. Behalve dan de ogen. Want dit, je ziet inmiddels dat het ogen zijn. Ja, ik dus zie alles het. Behalve, die maak je ook bruin, snap je? Waardoor die een achterkantje krijgt. Ja. Oké, prima. Van dan bruin, of moet het hetzelfde? Ook grijs? Ook bruin en de grijs onderkantje, ja. Het onderkantje grijs en het achter voor de rest allemaal bruin. Gelukt? Nee. Oké, doe maar gewoon. Doe maar gewoon hoe je denkt dat het is. Dus die bruin moet ook gewoon bruin. We moeten verder. Er zijn meer dingen nog. Okay, ja, ga verder. In het midden heb je twee van die grijze dus nu, toch? Ja. Op de onderste grijze doe je nog zo'n trappetje. Ja. Oké, prima. En dan nu aan de zijkanten. Dus je hebt het witte. Je hebt de middelste witte. Dan plaats je tegen de middelste witte aan de zijkant aan. Plaats je zwarte. En aan de andere kant ook. Alles wat ik nu doe, doe je gespiegeld. Okay? Ja. Dan ga je eentje daaronder, plaats je er nog één. Plaats je daaronder, plaats je er nog één. En daaronder plaats je er nog één. En dan mouw je dat precies er tegenaan, maar dan eentje geshift naar beneden. Aan de achterkant van het lichaam. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dus heb je vier hoog zwart. Bouw je nog een keer vier hoog zwart aan de linkerkant of rechterkant tegenaan, waardoor het ook aan de achterkant van het lichaam zit. Maar dan één blokje naar beneden geshift. Ja, oké, ga verder. Volgende stap. Heb je dat? Ja, denk het wel. En heb je dat ook aan de andere kant? Ja. Dan is hij af. En de tijd is letterlijk voorbij. Wat is het? Een uil. Klopt het? Haal de muur weg. Ik hoop dat het goed gedaan is. Woehoe! Alles behalve de ogen klopte, want ik had niet gezegd dat de ogen wel echt wit waren. Maar dit klopt eigenlijk nog meer jouw ogen. Maar, oh, je hebt alleen een te dik achterkantje. Ja, jij zei twee naar achter. Eén naar achter, dat hij twee dik is. Oh, ik dacht twee. Maar ik vind hem wel leuk. Hij is wel goed gelukt. Het uiltje. Ik ben trots op Robin. Ik ook. Oh, zo trots, wat klinkt je nog steeds slecht. Hou op. Sorry. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel leuk. Jij ook, Robin? Ik voel het helemaal top. Laat even weten welke beeld jij het leukst vond in de reacties. En reageer dan even in dezelfde reactie. Kaasstengel. Dan weet ik dat je tot het einde van de video hebt gekeken. Nou, hoe leuk is dat? En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is ook gewoon een random video. Ik weet niet waarom, maar kijk deze gewoon. Ik ben trots op deze video. En jij moet ook trots zijn op deze video. Voor nu spreek je later. Glaasje water, tot 4 flesje bier. Vergeet niet te liken. Dag!